Hallo iedereen, deze week gaan we verder met het maken van formulieren, maar gaan we deze formulieren ook een leuk ontwerp geven? Allereerst ga je naar je vak op Smart School waar je documenten staan. En ga je naar fiche 5. En we gaan opnieuw werken met het document Toeristisch België. Dus dat mag je alvast openen en we gaan ook nog de foto toerisme nodig hebben. Wanneer je dat document opent, je weet het al, dat die inhoud inschakelen. Dan gaan we kijken dat daar, en dan gaan we zien dat daar één tabel maar in staat. Net zoals de vorige keer met een heel aantal gegevens. Voordat we verder gaan, gaan we ook al even de foto van het toerisme downloaden. Ziezo. Daar gaan we nu verder nog niets mee doen, maar dan staat dat wel klaar. We gaan opnieuw een formulier maken, dus dat doen we door bovenaan te klikken op maken en dan op wizardformulier. We gaan niet alle velden nodig hebben. Welke gaan we gebruiken? Eerst en vooral attractienaam. Ook nog de plaats. De provincie. Het thema en de beoordeling. Dus we gaan deze vijf zaken gebruiken: attractienaam, plaats, provincie, thema en beoordeling. We klikken op volgende en ook deze keer gaan we nog altijd in kolomvorm werken. Gaan we opnieuw verder. We passen de naam aan naar FRM Attracties België. En vanaf nu wordt het een beetje anders. Vorige keer kon je nu gewoon klikken op voltooien, maar nu gaan we eerst klikken op het ontwerp van het formulier wijzigen. Daarna klik je op voltooien en gaan we kunnen beginnen met het ontwerpen van ons formulier. Wanneer het formulier tevoorschijn komt, dan gaat dit er zo uitzien. Hier gaan we nog een heel aantal zaken moeten aanpassen. Je ziet hier bijvoorbeeld bovenaan de titel en in het blauwe gedeelte en in het witte gedeelte zie je de verschillende besturingselementen. Dat zijn dus eigenlijk gewoon de zaken die we ook hebben staan in de tabel. Eerst en vooral gaan we dit stukje, het blauwe en het witte, wat breder maken, want dit is de plaats waarin we kunnen werken. In het grijze gedeelte gaan we niet kunnen werken. Hoe doe je dat? Je gaat met je muis naar de buitenstrand, je klikt en je sleept dat het wat groter wordt. Dan gaan we nu een beetje spelen met de kleurtjes. Je ziet hier FRM Attracties België, dat is de titel en dat staat in een oranje kadertje. We gaan dat oranje kadertje eerst en vooral al een stukje groter maken. En ervoor zorgen dat dat langs elke kant de blauwe achtergrond gaat bedekken. Nu kan je hier bovenaan klikken op opmaken en ga je dat een leuke achtergrond kunnen geven. Ga je de tekst in het midden kunnen zetten. Ga je die ook wat groter kunnen maken, in het vet zetten. Dat ga je allemaal zelf mogen kiezen, want het ontwerp van jouw formulier, dat ga ik niet bepalen, maar dat ga jij zelf bepalen. Dus welke kleuren en welke lettertypes je gebruikt, dat mag je volledig kiezen. Wat kunnen we dan nog doen? We kunnen ook bepaalde zaken gaan verslepen. Dat doe je door gewoon iets vast te nemen en het op een andere plek te gaan zetten. Dus we gaan er bijvoorbeeld ook al voor zorgen dat alles wat meer ruimte krijgt. We gaan eerst opnieuw het werkblad wat langer maken door onderaan te klikken en te slepen. En normaal gezien gaan we dan nu zaken gewoon een beetje meer plaats kunnen geven door ze wat meer te verslepen. Zorg er wel voor dat alles mooi ongeveer op dezelfde lijn blijft te staan, dat niet iets helemaal aan de linkerkant begint en het volgende helemaal aan de andere kant begint. Wanneer je alles op de juiste plek hebt gezet en alles mooi op hetzelfde niveau begint, kan je ook nog deze zaken gaan aanpassen door daar een ander kleurtje aan te geven of het lettertype wat aan te gaan passen. Let wel op, als je het lettertype te groot maakt, dan ga je natuurlijk ook je kadertje wat groter moeten maken zodat het er wel nog in past. Dus let met zo'n zaken wel op. Je kan ook op het verfpotje klikken en de achtergrond van dat kleine vakje een ander kleurtje geven. Ik ga het volledig aan jullie overlaten over hoe dat jullie dit willen aanpakken, deze opmaak. Dat mogen jullie zelf kiezen. Wat wel nog belangrijk is, is dat je een foto gaat invoegen, de foto die we daarnet hebben gedownload. Wanneer je bovenaan klikt op ontwerpen, ga je ook deze knop zien staan, een afbeelding invoegen. We gaan dan bladeren en als je deze al gedownload hebt, gaat deze bij je downloads normaal bovenaan staan, fototoerisme. Je klikt dubbel en je gaat dan een kadertje trekken waar je deze foto graag zou willen krijgen. Daarna kan je dit nog wel altijd verslepen en op een andere plek zetten, zodat het naar jouw mening goed staat. Wanneer je volledig klaar bent en je bent volledig tevreden met je ontwerp, dan klikken we gewoon nog even
Bovenaan op het woord ontwerp en gaan we naar de formulierweergave. Dan gaan we kunnen zien hoe je formuliertje eruit ziet. Ben je toch nog altijd niet tevreden, dan ga je opnieuw naar weergave en de ontwerpweergave en kan je het gewoon gaan aanpassen. Wanneer je volledig klaar bent en je bent echt tevreden met heel je ontwerp, dan ga je dit op de correcte manier opslaan met de voornaam.achternaam.formulierontwerp en ga je dit indienen bij Smart School. Heel veel succes!